Waar staan wij nu? We staan op het nieuwe voetbalveld op de binnenplaats van de Cleopatra en de Jeanne d'Arc Reef. En waarom staan wij hier? Omdat er een nieuw kunstvoetbalveld gerealiseerd is voor de kinderen. Want het was eerst een knollenveld waar de kinderen altijd hun enkels braken. En ja, met dank van de wethouder hebben we dit kunnen realiseren. En daarvoor is deze opening. Ja, klopt. Je roept mij kom. Martijn. Jij bent Martijn. Ik ben Martijn. Dek. Hi. Mevrouw Anneke. Anneke. Dat dacht ik. Leuk. Juist. Ik ben gewoon een buurvrouw. Ja, nou, dat weet ik. Geef je dan. Je roept mij kom. Goedendag, hallo. Ik wil richting jullie wat zeggen, Martijn en Anneke. Want jullie hebben dit initiatief genomen. Jullie zijn heel actief in Overvecht. De mensen achter het spel uitlenen ook. Al jaren hebben jullie gezegd, er moet hier iets gebeuren. Want ja, even in mijn woorden, dat zag er gewoon niet meer uit. Het was een kale vlakte, wat niet echt uitnodigde voor de buurt om hier te spelen. Ja, we openen vandaag dit nieuwe trap voetbalveldje. Wat echt een initiatief is geweest van de buurt, door mensen uit de buurt. Die tegen elkaar hebben gezegd, we moeten hier weer echt even met z'n allen de schouders onder zetten om wat goeds te gaan neerzetten, ook voor de kinderen. En ik ben heel blij dat we vandaag dat hebben geopend. Waarom hebben jullie dit initiatief genomen? Ja, waarom? Er zijn heel veel kindjes in de wijk die gewoon eigenlijk helemaal niks hadden. En ze zeiden, dit was een knollenveld. En ze vroegen altijd aan ons van, kunnen jullie ons helpen? We hebben altijd speelgoeduitleen gedaan hier. En ze kwamen bij ons van, kunnen jullie ons helpen? En daarom zijn wij dit gestart, maar dan wel al 8 jaar geleden. Hoe is de betrokkenheid van de buurtbewoners, Ivo? Ja, leuk. Ja. Leuk. Heel enthousiast. Want om toestemming te krijgen moesten we ook handtekeningen verzamelen of de mensen erachter stonden. Nou, 95% ging akkoord en gaf een handtekening gelijk. Dus ja, de betrokkenheid is groot. Ik ben hier gekomen om deze veld samen te openen met de kinderen. Samen om te voetballen. Kijken wat de buurt doet. Hè? Een beetje voetballen in de buurt. En wat ik ook vroeger deed. En superleuk. Dus sportspellen, activiteiten en recreatie in de buurt geven. Dus lijkt me hartstikke leuk om te doen. Waarom is het zo belangrijk, zo'n veld? Nou, het is heel belangrijk voor Overvecht, waar 25% of bijna 30% van de mensen onder de 25 jaar is. Waar heel veel kinderen wonen, waar heel veel behoefte is. Nou, kijk om je heen, grote flats, weinig ruimte. Dat je echt ruimte hebt om ook te kunnen spelen, te kunnen sporten en te kunnen bewegen. En dat kan hier. Het was een kale vlakte met allemaal plassen en het is nu een prachtig veldje. Waar je het hele jaar door bijna kan voetballen, dus fantastisch. Gaan heel veel kinderen hier spelen, denk je? Ja, ik zie altijd hier heel veel kinderen spelen. Ja.